Videoblog. Het is nu eind januari. 28e? 27e. 27 januari 20. Nee, 10-20. Nee, 2010. Oh, ik ben er helemaal vanaf. Wat nou gebeurd is, drie geitjes zijn geboren. Drie. Eentje is er al dood. En deze die zal het nog wel overleven, want het is gewoon min 21 buiten en ze komen uit een baarmoeder van 30 graden, plus 30. En ze zijn dus geboren bij min 21. Oh, kom hier, lekker tutten. En we moeten ze dus met de hand gaan voeren en we moeten ze dus ja, zorgen dat ze overleven. En ze gaan daar eventjes bij moeders en dan gaan ze gauw naar binnen toe. We gaan ze ook transporteren naar een warme stal toe. Kom eens hier, ruggeltje, want je ligt er ook helemaal bij. Dat je zegt van, ja, ja, lukt het. Ja, ga maar even liggen, jong. Ga maar even liggen. Dan deze, draait de camera eens. Dan deze is er verder aan toe. Het wil wel bewegen, maar het is steen koud. Waar ik aan toe ben is proberen haar warm te houden met mijn lichaam. Zodat ze het overleven. Zoals ik al zei, ze zijn geboren bij min 21. En een uur daarna hebben wij ze ontdekt. Dus die zitten gewoon kei bevroren. En oh, kom maar, dat doe ik wel. En dus deze ben ik dan warm aan het houden. Zodat je het kan overleven. En we gaan vandaar verder. Ik ga toch maar eens die kant in. Die kant in. Ja, kom hier. Kom hier. Kom hier. Oh, ja, goed zo. Deze wil in ieder geval tutten. Kom jong, tutten. Deze wil in ieder geval tutten en drinken, dus daar zitten we goed mee. En we hopen dat die andere het wil overleven. En ja, de derde is al dood. Ah, drie geitjes, drie allereerste geitjes, nog niet zo slecht. Kleine geitjes.